weer Bonnebroek strandbal. Hoe was het? Ja, het was top. Het weer was niet heel mooi, dacht ik. Maar er waren wel echt veel mensen op afgekomen. Dus ik ben echt blij dat zoveel mensen zijn gekomen. Ja. Ja. Hoe gaat het met Brenny Hashtag? De laatste jaren ga je een beetje omhoog, hè? Ja, dat was wel de bedoeling. Daar werken we natuurlijk naartoe. Ik ben nu sinds 2 jaar wel voor een diepere stijl, echt voor Deep House en Tech House gaan kiezen. Dus dat is hier in het oosten is dat een beetje moeilijk nog. Ja. Ik merk het nog even aan de mensen dat die mensen echt moeten wennen aan de nieuwe muziek, zeg maar. Maar ik ben blij dat het steeds beter wordt hier. Dus ik zag al wat mensen dansen, ik ben echt blij. Ja. Maar is dat dan vasthouden aan je eigen idealen of af en toe toch een beetje commercieel werk zodat het publiek het ook kent? Ik probeer wel binnen mijn eigen genre te blijven. En natuurlijk kan ik wat dieper of wat commerciëler gaan draaien. Dat hangt natuurlijk af van het feestje. Bram Wijs, zijn we weer, hè? Daar zijn we weer in Bonnebroek. Mooie doopje. Geweldig festival weer en genieten. Het publiek ging lekker mee met jou, of niet? Ja, absoluut. Ging lekker mee. Zonnetje brak door en alleen maar genieten. Mensen die kwamen steeds een stukje naar voren en dat was heel belangrijk. En de sfeer zit er nu lekker in. 2015 tot op de heden succesvol jaar, hè? Ja, absoluut. Ik heb op vele festivals mogen draaien in de buurt. Boulevard, Festival, Dance House Zwolle. En het is alleen maar genieten en ik doe iets wat ik mooi vind. En dat is heel veel waardering wat ik altijd krijg. En die waardering vind ik heel erg gaaf om te krijgen natuurlijk. En dat vind ik heel erg mooi. Je hebt je eigen privéjet nog niet besteld? Is ook nog niet nodig voorlopig. Ik hoop dat het ooit nog een keer gaat gebeuren. Maar ik blijf met 2 voeten op de grond staan en ik zie wel wat schipstrand. Wat is daarvoor nodig? Een keer geboekt worden bij een groot boekingskantoor? Dat is wel een goed voorbeeld, maar voornamelijk is het heel belangrijk dat je een eigen plaat gaat maken en waardoor je door kan breken. Ik ben er nu mee bezig en ik hoop dat ik de sound kan vinden die heel origineel is, want dat is heel belangrijk. Dat heel veel muziek op elkaar lijkt tegenwoordig en ik hoop dat het ooit nog een keer gaat gebeuren. Je moet gewoon een sample pakken van een oude plaat. Kijk naar de Bingo Players, Kijk naar Joe Stone. Precies, daar ben ik het helemaal mee eens. Heel veel mensen zeggen het ook eens tegen mij. En wellicht dat ik dat eens een keer ga doen. Maar nog geen ideeën? Nog niet. Ideeën liggen wel een beetje op tafel. Maar het is kwalitatief nog niet echt goed genoeg om echt te kunnen draaien. Dus daar moet nog heel veel aan gewerkt worden en daar moet ik nog beter in ontwikkelen. Agenda nog vol voor de rest van het jaar? Eerst nog even op vakantie en dan moet ik draaien op Plons in Frieseveen. Nog een paar andere kleine festivalletjes in de buurt. En dan is het weer tijd voor de winter en dan moeten de indoor feestjes weer gaan komen. Nou, het vakantie, nou ben je er fulltime mee bezig. Maar zometeen ook nog weer terug naar school? Of? Ja, wel weer naar school, helaas. Moet nog. En dat doe ik ook nog steeds met plezier. En ik hoop dat ik er ooit echt mijn werk van kan maken. Maar echt fulltime mee bezig gaat. Maar we zullen kijken wat het schip strandt. Dankjewel, UVS. Dankjewel, jullie ook.